Breda Nu. Je weet het meteen. Dames en heren, en ik zie daar ook een dame die zo vlijtig aan het kleuren. Twee zelfs. Mijn naam is Ronana Bona, ik ben striptekenaar van beroep. Hier achter mij staat een van de bekendste striptekenaars van Nederland, Romano Molenaar. Hij staat hier een workshop te geven, hoe kan ik het best striptekenen. We kunnen hem kennen van de strips Storm en Roodhaar. En hij heeft zelfs ook getekend voor Batman en X-Men in de Verenigde Staten. Kortom, hij kan wel wat. En hij geeft vandaag een tipje van de sluier, hoe kan ik het best striptekenen. Romano Molenaar, een van de bekendste striptekenaars van Nederland. Maar waar kunnen de mensen jou allemaal van kennen? Ze kennen mij, als je 20 jaar terugkijkt, dan ben ik begonnen bij de Amerikaanse comics. Dat is bij de twee grote, Marvel, DC en nog een hele aantal andere kleinere studio's. Daar ben ik begonnen, daar kennen de meeste mensen mij van. Maar sinds een jaar of 10 doe ik ook voor de Nederlandse markt, Belgische markt, ook Storm en Roodhaar. En daar ben ik nu al 10 jaar actief in. Dus daar kennen de mensen me tegenwoordig van. Wat ben jij aan het maken? Een marshmallow monster die de stad aanvalt. En iedereen is bang, maar de zon heeft nog een glimlachje. En er zijn ook een paar vliegtuigjes. En dat was het wel zo'n beetje. En hoe ben jij begonnen als striptekenaar? Want ik neem niet aan van, jij werd een keer wakker en je dacht, ik word striptekenaar. Dat zal zich langzaam ontwikkeld hebben. Klopt, ja. Kijk, ik ben begonnen eigenlijk op een hele jonge leeftijd al met tekenen. Dus ik ben eigenlijk gewoon, zie ik mezelf als tekenaar. Alleen als tekenaar kan je natuurlijk een aantal richtingen op. En strips, de superheldenstrips voornamelijk hebben me altijd behoorlijk geïnteresseerd in verband met de spiergroepen, de superheldenkrachten. Daar heb ik me ook een beetje in verdiept toen ik jong was. En toen zei iemand van, joh, er is een studio uit Amerika op de Bredase stripbeurs. Die is in Nederland en die zijn op zoek naar een tekenaar. Vind je het leuk vandaag bij de workshop van Romano? Oh ja, ik vind het prima. Het is wel, ik kan lekker tekenen. Ik vind het wel leuk. Ja, ik zie dat je super mooi kan tekenen. Daar mag de camera wel even bij. Laat ze even zien. En zou je misschien zelf ook wel een superheld willen zijn? Aan de ene kant lijkt me dat heel, heel vet. Maar aan de andere kant, die verantwoordelijkheid die je dan op je schouders krijgt, ik weet niet of ik daarmee zou om kunnen gaan. Dus ik laat het aan de professionals over. Want tekenen is natuurlijk niet alleen voor kinderen. Nee, dat is voor elke leeftijd. Als je er maar plezier in hebt en kunt doen wat je wil. Dus je ziet al, de gedachtegang van de kinderen is heel erg breed neergelegd. Wat erg interessant is om te zien. En ook om te kijken van, hoe denken ze erover na? Waarom heb je dat gedaan? En hoe denken ze na over verhoudingen en dat soort dingen? Dus het is erg leuk om dat gewoon te zien vanuit die leeftijd. Hoe ze daarover nadenken. Kijk, als ik het zo bekijk, dan zou ik gaan compositioneren. Maar dat is uit ervaring. Maar je ziet nu al dat ze gewoon wel nadenken over vorm, stijl, compositie en dat soort dingen. Dus dat is erg goed om te zien. Breda Nu. Je weet het meteen.